Gert-Jan Segers is partijleider van de ChristenUnie. Voordat hij deze uitdaging aanging, werkte hij als zendeling in Egypte en als journalist voor de EO. Aan zijn tijd in Egypte heeft hij zijn bijzondere belangstelling voor de verhouding tussen het Midden-Oosten en het Westen en voor de integratie van islamitische nieuwkomers overgehouden. Hij pleit voor godsdienstvrijheid en neemt het op voor minderheden. Gert-Jan biedt vandaag meer inzicht over waarom we minderheden moeten beschermen. Goedemorgen. Wat gaaf om zoveel mensen te zien. Zwaar onderwerp, heftig onderwerp, religieuze spanningen. En hoe kunnen we recht brengen? Hoe kunnen we recht meemaken? Toen ik daarover nadacht, moest ik als eerste denken aan Girgis. Een goede vriend van mij die ik heb leren kennen in Egypte. En Girgis verzucht een keer tegen mij. Hij zei, God moet religie haten. En ik begreep het. Ik begreep wat hij zei. Hier zie je, als het goed is, een volgende slide. Afgebrande Bijbels. Ik heb op de puinhopen van een kerk gestaan, die in brand was gestoken. Ik ben bij een weduwe geweest die haar man had verloren, die zijn kerk wilde beschermen en op het altaar zijn leven verloor. God moet religie haten. Het is iets wat resoneert in Nederland toen de aanslag plaatsvond op Charlie Hebdo, die vreselijke beelden die we hebben gezien, dat mensen in naam van God gruwelijke dingen doen. Toen schoof 's avonds Nico Dijkshoorn aan bij De Wereld Draait Door. En hij beschreef wat we allemaal die dag hadden gezien. Een politieagent die in zijn been was geschoten, op de grond lag en om genade smeekte. En daar waar vroeger, als de ene jongen de andere jongen beet had, in de houtgreep had, en als die jongen om genade smeekte, dat het moment was om los te laten, dan smeekte deze politieagent om genade en wat kreeg hij? Een schot door zijn hoofd. En zei Nico Dijkshoorn, dit is religie. Alle wetenschappers moeten nu alles wat ze beetpakken laten vallen en zich maar druk maken om één ding. Ze moeten aantonen dat er geen almachtig is. Dat er geen God is. Dan zijn we klaar van de ellende. En ik begrijp het. Ik begrijp wat Girgis zei. Ik begrijp wat Nico Dijkshoorn zegt. Ik begrijp wat veel mensen voelen. Zoveel mensen die met een kras op hun ziel, die met pijn in hun hart de kerk hebben verlaten, dat als ze een misstap begingen, dat het enige wat ze van de kerk merkte een genadeloos oordeel was. Zoveel christenen die zich terugtrekken in hun veilige bastion en hoofdschuddend de wereld bekijken, de wereld die ze zelf in de steek hebben gelaten. Genadeloos. Maar weet je, ik begrijp het heel goed, want ik ben zelf getraind om zo te denken. Ik ben nog heel goed, toen ik de lagere school verliet, orthodox-christelijke school, toen was de voorzitter van het bestuur die ons toesprak, die tegenover mij stond, mij een Bijbel overhandigde en zei, deze zul je nodig hebben, want nu ga je de wereld in. Daar was de wereld, hier waren wij, dat was de vijand en wij moesten ons schrap zetten. Dat is hoe wij naar die wereld kijken. Heel lang is mijn missie, mijn hoop geweest dat mensen vanuit de wereld naar de kerk kwamen. En mijn hoop nu is dat we vanuit de kerk de wereld ingaan. Jezus is anders. Ja, Jezus zegt, wie niet voor mij is, is tegen mij. Dus rond het kruis, en misschien kunnen we het laten zien, de volgende slide. Rond het kruis gaan de wegen uiteen. Hij zegt het zelf. En dat kan leiden tot zo'n tegenstelling. Daar is de wereld en hier ben ik. Maar waar staat het kruis? Het kruis staat midden in de wereld. Het staat niet in de kerk, het staat niet in mijn comfortzone, het staat midden in de wereld. Daar staat het kruis en het is een welkom voor iedereen. Een plek waar iedereen naartoe kan gaan. En toen er een man was die goed deed, die zich inzette voor zijn naaste, maar dat niet deed in Jezus' naam, toen zeiden die discipelen tegen Jezus, verbied het hem. En Jezus zei, wie niet tegen ons is, wie niet tegen mij is, is voor ons, is voor mij. Dus in je dienstbereid aan die samenleving, sta je schouder aan schouder met iedereen die goed doet. En zo sta je met God midden in de wereld. De plek waar het kruis staat, de plek waar Jezus was. Wat dan het gevaar is, is dat als je in die wereld staat en je ziet de nood en je ziet de gebrokenheid,
dat je, en zeker wij hier, jullie hier, mensen van goede wil die een hele zaterdag hier zitten, mooie verhalen horen, recht willen doen. Dus het grote gevaar is dat je de mensheid wil redden. Dat je die hele mensheid, die hele wereld op je schouders wil nemen. En als een soort Messias die wereld ingaat. Maar dat is niet wat Jezus van je vraagt. Dat is niet wat Jezus van mij vraagt. Wat deed Jezus? Jezus stond tegenover die ene. En Jezus brengt jou, mij, oog in oog met die ene. Dat is een man, Lucas schrijft erover. Hij noemt zijn naam niet. Dat is een man die buiten de stad was, buiten Jericho. Op de grond. Blind. En mensen liepen aan hem voorbij. Buiten de gemeenschap, buitengestoten, vernederd, genegeerd. En als hij hoort dat Jezus er is en hij roept, Jezus help me, dan zeggen de mensen, hou je mond. Is ook nog een keer de mond gesnoerd. En dat is het onrecht wat die ene wordt aangedaan. En dan Jezus. Daar waar andere mensen doorliepen, daar stopt Jezus. Daar waar andere mensen hem negeerden, dan zei hij van, laat hem dichterbij komen. Daar waar andere mensen zeiden, hou je mond, daar zei Jezus, hoe kan ik je helpen? Dat is wat Jezus deed. Tegenover die ene, oog in oog met die ene. En dat is waar hij mij plaatst, waar hij jou plaatst. Niet om de hele mensheid te redden, maar die ene die voor je staat. De ene die huilt. Die jankt, met een gebroken hart. Die als hij huilt, als zij huilt, dat Jezus meehuilt. Dat als Jezus een vrouw met een gebroken hart ziet, dat zijn eigen hart breekt. En dat hij deze blinde man ziet, stilstaat en helpt. De ene die voor mij stond, zat eigenlijk, was een Ghanese vrouw. Misschien kunnen we de volgende slide zien. De slides gaan niet door. Het was een Ghanese vrouw, met ogen die ik nooit zal vergeten. Het was een groep van Afrikaanse vrouwen, slachtoffers van mensenhandel, gedwongen prostitutie. En er waren vrouwen met hele levendige blik, vrouwen die hun verhaal vertelden, en waarbij je de hoop had van dit gaat goed komen. Dit zijn vrouwen die weer hun leven op de rit kunnen krijgen. Maar tegenover mij zat een Ghanese vrouw. Zieloos, roerloos, bewegingsloos, met lege ogen. Ogen die ik nooit meer zal vergeten. Ogen die zelfs niet meer konden huilen. En die mij tot het diepst van mijn hart hebben geraakt. Dat is degene voor wie ik stond. En ik heb in stilte, toen ik tegenover haar zat, toen ik haar aankeek, heb ik in stilte beloofd om alles te doen wat ik kon. Om het onrecht wat haar was aangedaan te stoppen. Om haar recht te doen en al die anderen die slachtoffer zijn van gedwongen prostitutie, van mensenhandel. Van een slavenhandel waarvan we dachten dat die was gestopt 150 jaar geleden. Maar die gewoon doorgaat en duizenden slachtoffers maakt. En het was die ene die mij diep in het hart raakte. En dat is wat tranen doen. Dat is wat tranen doen van die ene die voor je staat. Ze breken je religieuze panzer. Ze breken mijn harde hart. En ze verbinden me met iedereen die meehuilt. Mijn beste bondgenoten, mijn beste vrienden in de strijd tegen mensenhandel. Dat zijn eigenlijk vriendinnen. Seculiere feministen die schouder aan schouder staan. Waarom? Omdat ze meehuilen vanwege die ene die voor mij staat. Dus tranen brengen me in verbinding met het slachtoffer. Maar tranen brengen me in verbinding met iedereen die zich inzet in diezelfde strijd voor recht. Wie niet tegen ons is, is voor ons, zegt Jezus. En die tranen zijn de benzine in de motor tegen, in de strijd tegen mensenhandel. Dat als ik de moed dreig op te geven, als ik de hoop dreig te verliezen, als het me door de vingers glijdt, als ik voor dichte deuren sta, dan zijn het iedere keer die ogen die ik zie, die me gaande houden. Ik doe het voor haar. En dat brengt mij een stap verder en dat geeft me de moed om een stap harder te lopen en door te gaan waar ik anders was gestopt. En zo staan we. Tegenover die ene. Met betraande ogen. Om wie Jezus zou huilen. Met een gebroken hart. Waarbij Jezus hart zou breken. En daar waar Jezus zegt, hoe kan ik je helpen tegen die blinde man? Is dat mijn vraag. Jouw vraag.
Hoe kun je helpen? Daar gaat het om. Die ene. Het gaat om jou. In een gebroken wereld, met gebroken harten. En als het goed is, breekt je eigen hart. Leonard Cohen overleed gisteren. Misschien kunnen we de laatste slide. En hij zong het. There's a crack in everything. That's how the light gets in. Dankjewel.